haast in een dolle bui wat kopen voor het gezin. Ik vond voor iedereen een leuk cadeau. Voor mijn dochter een gitaar met veel lawaai erin. Voor mijn vrouw een oude piano. Aan mijn jongste spruit gaf ik een leuke rammelaar. Aan mijn oudste zoon een saxofoon. Had ik dat maar nooit gedaan, duurt die kijk me lelijk aan, als die vier aan het musiceren gaan. Want ons Kato speelt piano, mijn dochter Saar speelt gitaar. En onze Toon speelt ook zo schoon, op zijn saxofoon. En onze kleinste rammelt met de rammelaar. De kleinste rammel speelt mijn vrouw een stukje mee. Pingeleping, pingeleping, ping. Mijn dochter op dat jammer houdt, die maakt lawaai voor twee. Ring, ring, ring. Als dan ook de saxofoon zijn klanken produceert. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Muziceert het hele stel met zeker 100 decibel. Heel de buurt die zit met kippenvel. Want ons Kato speelt piano. Mijn dochter Saar speelt gitaar. En onze Toon speelt ook zo schoon. Op zijn saxofoon en onze kleinste rammelt met de rammelaar. Saxofoon zijn klanken produceert. Zo muziceert het hele stel met zeker 100 decibel. En heel de buurt die zit met kippenvel. Want ons Kato speelt piano. Mijn dochter Saar speelt gitaar. En onze Toon speelt ook zo schoon. Op zijn saxofoon en onze kleinste rammelt met de rammelaar. Want ons Kato